We weten allemaal hoe honden ons kunnen opvrolijken, maar wisten jullie ook dat honden onze fysieke gezondheid kunnen helpen? Iemand die dat heel goed weet is de Amerikaanse Caleb Howard uit Utah. Na een ernstig auto-ongeluk wist de familie van Caleb niet of hij ooit nog de oude kon worden en of hij überhaupt nog zou kunnen leven. Alles veranderde echter toen er een hond in zijn leven kwam. Klik op het belletje om te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest indrukwekkende verhalen. Sadie Brooks. Voordat we beginnen met het verhaal van Caleb en Colonel, zullen we het verhaal vertellen van Sadie Brooks, die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt. De 4-jarige Amerikaanse Sadie Brooks was op een dag ook in levensgevaar tot een hond genaamd Hero haar te hulp schoot. Sadie heeft het Down-syndroom en diabetes type 1. Het is moeilijk voor haar om te communiceren. Ze kan niet duidelijk laten weten wanneer haar bloedsuiker te hoog of te laag is, wat alles erg moeilijk en riskant maakt. Sadie's ouders, Michelle en Greg, maakten zich voortdurend zorgen om hun dochter. Ze moesten altijd alert zijn, want als hun dochters bloedsuiker te hoog of te laag zou zijn en zij er te laat achter zou komen, dan was Sadie een groot gevaar. Michelle en Greg waren bang dat ze hun dochter op een dag kwijt zouden raken. Ze moesten constant in Sadie's vinger prikken om haar bloedsuiker te testen en het was 's nachts moeilijk om hun ogen dicht te doen, aangezien ze zich altijd zorgen maakten om hun dochters leven. Het was een vervelende en gefrustreerde situatie voor de hele familie. Michelle en Greg bleven maar op zoek naar een oplossing voor hun arme dochtertje. Ze werden lid van verschillende Facebookgroepen en op een dag kwamen ze terecht in een zogeheten Diabetic Alerting Dogs groep over honden die konden ruiken wanneer hun baasje een gevaarlijke bloedsuikerspiegel had en gewaarschuwd kon worden. Dit klonk als een geniaal idee. Sadie's ouders ondernamen meteen actie. Het bleek echter dat Sadie's situatie wat lastiger leek, omdat het moeilijk voor haar was om te communiceren en omdat zij ook andere gezondheidsproblemen had, zoals het syndroom van Down. De trainer Casey Owens vond het een lastige situatie en besefte dat er een erg speciale hond nodig was voor Sadie. Het leven van de familie Brooks veranderde in april 2014 toen er een kleine Labrador in het plaatje kwam. Sadie en de puppy hadden meteen een klik met elkaar. De puppy was goed met kinderen en leek een leuk nieuw familielid voor het gezin. De vraag was echter of hij ook Sadie kon helpen met haar levensbedreigende ziektes. Hero, de Labrador, moest hard worden getraind. Hero moest het verschil leren ruiken tussen hoge en lage suikers. De trainer, Casey Owens, deed allerlei testen met Hero in de hoop dat hij het verschil kon ruiken en het leven van de familie Brooks makkelijker en veiliger konden maken. De trainer liet Hero Sadie's mond ruiken wanneer haar bloedsuiker hoog en laag was. Ook gebruikten ze wattenstaafjes om Sadie's wangslijm af te nemen als een test voor Hero. Allerlei verschillende wattenstaafjes met normale en abnormale bloedsuikerspiegels werden door het huis gelegd en Hero werd beloond wanneer hij de wattenstaafjes met een abnormale bloedsuiker kon vinden. Na een training van 6 maanden leek Hero klaar te zijn om Sadie's grote held te worden. Sadie en Hero waren niet alleen goede vriendjes geworden, maar Hero had zichzelf inderdaad bewezen als een held. Hero kon ongeveer 15 tot 30 minuten van tevoren ruiken wanneer het riskant werd voor Sadie. Wanneer haar bloedsuiker te laag was, tikte hij Sadie's linkerhand aan en wanneer haar bloedsuiker te hoog is, tikte hij haar rechterhand aan. Sadie was thuis altijd veilig als haar hondje Hero in de buurt was, maar als ze naar school ging, kon hij niet met haar mee. Hero begon op een dag onrustig te worden en te piepen toen Sadie op school was. Sadie's moeder Michelle begreep niet wat er aan de hand was. Sadie was op school en Hero was thuis, meer dan 8 kilometer van Sadie af. Piepte Hero omdat er iets met Sadie was? Dat zou toch niet kunnen? Michelle belde voor de zekerheid naar de school van Sadie om te controleren of alles goed ging. De school testte Sadie en er bleek niks aan de hand te zijn. Hero, die normaal een brave en rustige hond is, bleef echter maar piepen. En ja hoor, 30 minuten later bleek Hero inderdaad terecht te piepen. Sadie's bloedsuiker was gevaarlijk laag. Haar bloedsuiker was zo laag dat ze zelfs in een coma had kunnen belanden of er wellicht geen eens meer zou zijn zonder Hero. Zelfs de trainer Casey Owens was onder de indruk. Ze wist dat haar honden goed konden ruiken van een afstand, maar had geen idee dat dat ook mogelijk was van zo'n verre afstand. Het was onverklaarbaar. Sadie's ouders dachten dat Hero het wellicht niet rook, maar voelde. Hero en Sadie hebben tenslotte een goede band met elkaar gekregen en kunnen niet meer zonder elkaar. Hero en Sadie willen altijd in elkaars buurt zijn. Hero is Sadie's vriend en redder. Het is ongelooflijk wat de hond voor Sadie en haar familie heeft gedaan. Sadie's leven is keer op keer gered en het leven van de familie Brooks is een stuk makkelijker geworden. Ze zijn Hero voor altijd dankbaar. Het is een gelukkige en complete familie geworden. Casey Owens traint nu ook veel andere honden, zodat er nog meer levens kunnen worden gered.
Caleb Howard. Nu we hebben gezien hoe een hond Sadie's leven heeft veranderd en gered, zullen we kijken naar het indrukwekkende verhaal van Caleb Howard. Het leven van de familie Howard veranderde in één klap toen Caleb en zijn familie in een auto-ongeluk belanden op 28 juni 2007. Ze werden plotseling aangereden door een bestuurder vanuit de andere richting, wat leidde tot een dodelijk ongeluk. Caleb's moeder Janine Howard en oudere broer Matthew waren direct omgekomen bij het ongeluk. Caleb, toen de tijd pas 7 jaar, werd samen met zijn zussen Esther en Rachel onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Rachel was in een betere staat, maar bij Caleb en Esther was het maar de vraag of ze het zouden overleven. Esther is de volgende dag overleden in het ziekenhuis en haar organen waren gedoneerd om iemand anders leven te redden. Wonderbaarlijk genoeg overleefde Caleb het wel, maar hij was nog steeds in een erg zorgwekkende staat. Caleb had meerdere gebroken botten in zijn lichaam en een traumatisch hersenletsel overgehouden aan het ongeluk. De klap was zo hard dat Caleb's hersenen als het ware geschud werden, waardoor zijn hersenweefsel tegen zijn schedel botste en miljoenen cellen werden beschadigd en afstierven. Het traumatische hersenletsel was het meest zorgwekkend, want zonder een goed werkend brein kan een mens bijna niks. Dit was het geval voor de arme Caleb, die er nu bij lag als een kasplantje. Alles kon nog erger worden dan het al was, zoals verlamming, een nog ergere hersenbeschadiging, hersendood of de dood. Caleb's vader en oma, die gelukkig niet in de auto zaten, maakten zich uiteraard veel zorgen en verloren langzaam de hoop. Na van alles geprobeerd te hebben, leek Caleb niet te kunnen genezen. Ze waren voorbereid om afscheid te nemen van Caleb, net zoals ze dat hadden gedaan bij Caleb's moeder, broer en zussen. De hopeloze familie Howard werd op een dag voorgesteld aan een zogenaamde therapiehond, genaamd Colonel. Colonel was getraind tot een therapiehond door de familie Deens en zij dachten dat zij Caleb wellicht konden helpen. De familie Deens was een vrijwilligersorganisatie begonnen nadat zij erachter kwamen hoeveel een hond hun eigen zoon had geholpen. Hun zoon, Tim Deens, was verlamd geraakt na een ongeluk tijdens het zwemmen. De familie Deens zagen hoe hun zoon Tim veranderde en verbeterde na het gezelschap van een assistentiehond. Tim's familie besloot toen om een organisatie te beginnen waarbij zij honden en zelfs kleine puppy's trainden om de levens te veranderen van mensen zoals Tim. De familie van Caleb, die niet meer wist wat ze nog meer konden doen, stond open voor alles. Een therapiehond was een mogelijkheid, maar ze wisten niet of dat Caleb wel kon helpen, aangezien hij bijna niks meer kon en er ook geen verbetering leek te zijn. Caleb ontmoette de Golden Retriever Colonel. Het zieke jongetje was klaar om vaarwel te zeggen tegen iedereen, maar er gebeurde een wonder toen de hond naast hem ging liggen. Caleb, die normaal gesproken nauwelijks kon bewegen, begon zelfstandig kleine bewegingen te maken. Met al zijn kracht tilde Caleb langzaam zijn arm op. De mensen om hun heen wisten niet wat ze zagen. Vervolgens plaatste Caleb zijn been op Colonel. Caleb verzamelde al zijn energie om Colonel een knuffel te geven. Het was een gigantisch wonder. De Golden Retriever, Colonel, veranderde Caleb's leven vanaf het moment dat ze met elkaar in aanraking kwamen. Caleb's vader Ben zag onmiddellijk een positieve verandering in de blik van zijn zoon. Ben kreeg na een lange tijd weer hoop. Zou zijn zoon het toch wel overleven? En zou hij zelfs kunnen opknappen? Ben leek weer in de ogen van de oude Caleb te kunnen kijken wanneer Colonel in de buurt was. Caleb werd steeds meer alert en deed elke keer een stapje vooruit wanneer hij in de aanwezigheid van de Golden Retriever was. Na alles geprobeerd te hebben, leek deze zeer onconventionele manier de enige manier te zijn om Caleb te kunnen redden. Caleb begon steeds meer te bewegen. Na het aaien en knuffelen probeerde hij nu ook met Colonel te spelen. Met al zijn kracht probeerde hij een bal te gooien voor de Golden Retriever. Eerst met de hulp van de therapeut en uiteindelijk helemaal op eigen krachten. De arme jongen, die weken eerder nog zwak op het ziekenhuisbed lag, leek langzaam weer een beetje op de oude Caleb. Hij kon nu de hond aaien en met hem spelen. Caleb begon zelfs te praten over hoe dol hij was op zijn lievelingshond. Iedereen was ontzettend opgetogen. Ze maakten met hun eigen ogen een wonder mee. Het was geen ongelukkige ruimte meer waarin iedereen zich vreselijk zorgen maakte. Caleb vergat waarschijnlijk al zijn zorgen wanneer hij met zijn schattige hondenvriendje was. Iedereen kon hun zorgen even vergeten en weer hoopvol zijn nadat ze zoiets speciaals zagen. Naast de strijd tegen zijn traumatische hersenletsel moest Caleb Howard ook talloze operaties ondergaan voor zijn botten, maar hij heeft uiteindelijk de zware strijd gewonnen. Caleb is Colonel voor eeuwig dankbaar. Ze namen afscheid van elkaar en Colonel helpt nu andere mensen. Colonel's aanwezigheid was onmisbaar en Caleb heeft nu zijn eigen hond genaamd Star, die hem elke dag opvrolijkt zoals in de tijd met Colonel. Caleb kon uiteindelijk weer naar een normale school gaan en haalt goede cijfers. Zijn vader Ben is hertrouwd en helpt mensen met het overkomen van trauma's.
Zij delen hun ongelofelijke verhaal met de wereld om mensen te helpen en om iedereen te laten weten dat honden ons niet alleen kunnen opvrolijken, maar ook ons leven kunnen redden. Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe honden niet alleen de levens veranderen van mensen, maar ook hun levens redden. Het is prachtig wat honden zoals Colonel en Hero hebben gedaan. Ken jij ook iemand wiens leven is veranderd door een hond? Of heb je misschien zelf zoiets meegemaakt? Deel je verhaal met ons in de comments. We zijn er erg benieuwd naar. En vergeet natuurlijk ook niet om je te abonneren op ons kanaal voor nog meer interessante verhalen.